Het is 5:08 wanneer we bij de huiskamer komen vanuit de Kristalstraat, waar we dan op deze donderdagmiddag een enorme woningbrand hebben gehad. En het gaat in deze om een huis op Newton. Op het moment dat wij van TBN Prime Alert hier arriveerden, waren er reeds drie blusvoertuigen hier met manschappen die druk bezig waren om brand te blussen. U ziet het hier, het gaat om een vrij grote woning hier. En ook de energiebedrijven Suriname, u ziet de voertuigen, die zijn er ook intussen ingeschakeld om de stroomtoevoer. U ziet een arbeider van EBS daar nu bezig om de stroomtoevoer naar de woning uit te schakelen, zodat dan de brandweer kan vervolgen met hun werkzaamheden. Of de woning nou om een leegstaand woning gaat, dat kunnen wij nog op dit moment niet aangeven, omdat ook de brandweer nog bezig is met onderzoek, waardoor zij ons niet alle informatie kunnen geven. Wat we wel aan u kunnen geven is dat men gelijk is gestart met de blussingswerkzaamheden, maar vanwege een tekort aan water moest een van de blusvoertuigen dus wederom wegrijden. Nogmaals, zoals ik het al aangaf, wij komen bij u in de huiskamer vanuit de Kristalstraat op deze donderdagmiddag, waar wij een woning, een huis op Newton in Lichterlaaien hebben. En zoals ik het daarnet eerder aangaf, wij kunnen nog niet vaststellen of het bewoond was of om een leegstaand woning gaan. Maar wanneer we zo een beetje rondom ons kijken, dan zien we dat de woning wel nieuwe airco units had. Er kleren waren gehangen, dus van daaruit kunnen we destilleren dat het bewoond was. U hoort heel wat geluiden, u ziet heel wat dingen nu neervallen. Want ik zei het al, het gaat toch wel om een vrij grote woningbrand. Ja, daarvan bent u dus nu getuige dat een deel van de dakbedekking omlaag gaat. Intussen heeft de EBS ook de stroomtoevoer naar de woning weggehaald, waardoor dan de brandweer zijn werkzaamheden kan vervolgen. Ik zei het al, toen wij hier arriveerden waren er 2 blusvoertuigen, maar intussen is eentje weer vertrokken, omdat die dan weer terug moet met water. Hier aan de Kristalstraat, zoals ik het al aangaf, een woningbrand. Heel wat manschappen van Korps Brandweer Suriname op de been om dit allemaal, om de woning dan te redden, als ik het zo mag zeggen. Maar wat wij kunnen zeggen is, wat zij nu kunnen doen, is slechts nablussingswerkzaamheden. Heel wat mensen op de been hier, heel wat nieuwsgierige mensen die zijn komen kijken van wat er hier allemaal gebeurt. En het is toch wel jammer, zo'n decembermaand, om dit alles waar te nemen. Het verkeer hier aan de Kristalstraat is intussen ook al afgesloten door de politie. We zien een goede samenwerking tussen de politie, de brandweer en de EBS. De EBS is er ook heel snel hier met hun 2 voertuigen en hun manschappen. En heel wat manschappen van de brandweer op de been om dan de brand te helpen blussen. Maar wat we nu hier zien, wat wij hier zien gebeuren en wat wij kunnen aangeven, is het enige wat zij nu kunnen doen, zijn nablussingswerkzaamheden. Of zij de woning kunnen redden, daarover kunnen we in feite zeggen dat dat niet meer zal lukken. We hebben heel wat delen van de woning naar beneden zien donderen. Dus dat stukje dat ze de woning nog kunnen redden, dat is dus nu buiten kijf. En wat er nu moet gebeuren zijn gewoon dus de nablussingswerkzaamheden. Nogmaals, dit is het verslag vanuit de Kristalstraat met beelden van Raj Mahango.